Goudse band Cookhouse geselecteerd voor de popronde. En openluchtschaken in Gouda. Dit en meer in de Week van Gouda van vrijdag 12 mei. Het Goudse jeugdpopkoor Out of the Blue heeft zich gekwalificeerd voor het Nationale Jeugdzanggroepenfestival De Zingen. Het festival vindt zondag 14 mei plaats in Hendrik Ido Ambacht. Tijdens De Zingen zijn er optredens te bewonderen van 10 jeugdkoren uit Nederland en Vlaanderen. Out of the Blue, die doorgaans repeteert in Cultuurhuis de Gale Spinnerij, zijn na de beoordeelde inzendingen gekozen om mee te doen aan de wedstrijd. Out of the Blue heb ik vijf en een half jaar geleden opgericht bij Kunstpunt Gouda toenertijd. Omdat ik dacht, Gouda heeft een jeugdkoor nodig. En omdat ik zelf jarenlang in jeugdkoor en kinderkoortjes heb gezongen. En ik had al een aantal meiden die dat ontzettend tof vonden. Dus uit dat idee is het jeugdkoor ontstaan. En jullie zijn nu genomineerd voor De Zingen, dat plaatsvindt aankomende zondag. Daar hebben jullie een soort van selectie voor moeten doen, daar zijn jullie voor geselecteerd. Hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk, selectie klinkt heel dramatisch en eigenlijk altijd alsof je heel veel moet doen, maar dit was een online digitale selectie eigenlijk. Dus ik heb wat songs ingestuurd, wat opnames van ons YouTube channel, van concerten die we al een keer hadden gedaan en wat info en zo en foto's. En zodoende een paar maanden later hebben we een mail gekregen met gefeliciteerd, jullie zijn geselecteerd. Dus dat was ontzettend tof. Ja. We gaan om 10:30 gaan we soundchecken. Het is in Hendrik Ido Ambacht in het theater. Dus daar hebben we eerst even licht en geluid. Dan om 11:45 is de selectie. Dus er wordt een soort van geloot. Want het zijn 10 deelnemende koren. En dan wordt er bepaald wie er begint. En vanuit daar wordt er een volgorde gemaakt. En dan om 17:30 die dag krijgen we de uitslag met de jury. Ready? Nou, Daan en Marjolein, jullie zijn lid van popcore Out of the Blue. Hoe lang zingen jullie al bij Out of the Blue? Ik zelf zo'n 3-4 jaar. En Out of the Blue bestaat 5 jaar uit mijn hoofd. Ja, ik ook 4-3 jaar ongeveer. Jullie zijn er samen tegelijk bij gekomen? Nee. Nee. Maar deze vriendschap is wel ontstaan door Out of the Blue. Ja. De Goudse band Cookhouse, gevormd door de broers Ronald en Jeroen Hendriksen, zijn geselecteerd om mee te doen aan de popronde. De popronde is een reizend muziekfestival dat ook een stop in Gouda maakt. En het geeft de broers de uitgelezen kans om zichzelf te presenteren aan een nieuw publiek door heel Nederland. Choices, a million voices. Making notions in my head, I'm filled with poison. I'm restless, and my mind is reckless. You tell me I will lose it all, I will lose much more if I live this. So is it love or lust? My mind can't cooperate with my heart. Ja, jullie zijn geselecteerd voor de popronde. Kunnen jullie heel kort iets vertellen over de popronde en hoe de selectieprocedure is gegaan? De selectieprocedure, ja. Nou, we stapten er eigenlijk een beetje groen in, want we waren niet echt op de hoogte van oké, popronde. En dan komen mensen naar je toe en zeggen, joh, is het niet tof om mee te doen aan de popronde? En nou, op een gegeven moment hebben we onszelf dus opgegeven online. En dan moest je wat beeldmateriaal en werk van jezelf aangeven. En aangeven in wat voor formaties je speelt. En nou, dat hebben we gedaan. En uiteindelijk uit de 1100 aanmeldingen of zo worden er volgens mij iets van 1300 aanmeldingen. En er werden er 140 volgens mij gekozen. Ja. Dus dat is wel vet.
Popronde wordt georganiseerd in 40 steden. Spelen jullie in elke stad of worden jullie genomineerd voor een stad of een café? Of hoe zit dat? Hopelijk zoveel mogelijk. Het werkt zo. Als ik het goed heb begrepen, mag de aangesloten cafés, bedrijven, et cetera, die kunnen jou boeken. Dus waar dan ook ter land kunnen ze jou boeken. Dus je kan overal staan. Ja, we weten nog niet waar we zullen gaan staan eigenlijk. Het staat nog niet vast. Nee. Hey, jullie als Cookhouse doen natuurlijk mee. Jullie zijn met z'n tweeën, maar jullie hebben ook een band. Dan komen er drie mensen bij als het goed is. Spelen jullie met z'n vijven. Wat gaan jullie op de popronde doen? Met z'n tweeën of met z'n vijven? Nou, we hebben aangegeven dat we zowel met z'n tweeën als met z'n vijven kunnen spelen. We willen het liefst gewoon met de hele band. Want dan komt de muziek het meest tot z'n recht. En dan, maar ja, we hebben ook aangegeven dat we eventueel met z'n tweeën kunnen spelen. Want je hebt ook sommige podia waar het gewoon wat krapper is. Of waar ze het misschien wat intiemer willen. En dan is het met z'n tweeën gewoon weer heel geschikt om te spelen. Ja, we hebben nu tot nu toe inderdaad één single gereleased. En daar hebben we ook een videoclip bij gemaakt. En we hebben nog meer songs liggen. Maar we proberen voor de popronde een EP uit te brengen. Dat is het plan eigenlijk voor nu. Ja. En dan willen we die muziek wel gewoon aan zoveel mogelijk mensen laten horen. Ja. Schaakvereniging Messenmaker 1847 geeft de inwoners van Gouda vanaf zaterdag 13 mei weer de gelegenheid om te schaken in de open lucht. Gedurende de gehele zomer zullen op zaterdag, mits het mooi weer is, de grote schaakstukken worden opgesteld achter de Agnietenkapel. Het openluchtschaakspel is toegankelijk voor iedereen. Het is dit jaar niet voor het eerst dat wij het openluchtschaak doen. We doen het al sinds 2002. Dus het is al een fors aantal jaren dat wij hier aanwezig zijn in de zomermaanden met het openluchtschaak. Het is eigenlijk begonnen rond 2001 toen we in overleg, als schaakvereniging in overleg met de gemeente zijn gekomen. Om de mogelijkheid te bieden dat wij in het centrum een openluchtschaak mochten openstellen. En de gemeente heeft er heel positief op geantwoord. Op die tijd waren de nog zelfs jaarlijks toernooien tussen het gemeentebestuur en de gemeenteambtenaren en de schaakclub. Dus dat was een heel goede band met de gemeente. En die heeft ons toegestaan om hier een openluchtschaak te doen. We hebben voor alles gezorgd. We mogen de stukken opslaan in de opslagruimte waar ook de duivenvereniging gebruik van maakt. En we doen dit eigenlijk nu van 2002, 2003. Ieder jaar vanaf mei tot en met augustus. En dan staan we hier op de zaterdagmiddag vanaf 1 uur tot 4:30 of afhankelijk van de hoeveelheid belangstelling die er is. Om mensen de gelegenheid te geven die dat leuk vinden een partijtje te schaken tegen meestal een van de leden van de schaakclub. En iedereen kan gewoon langslopen en meedoen? Of moet je je een soort van aanmelden ergens? Nee hoor, iedereen mag meedoen. Als er belangstelling is van ik zou graag een partijtje willen schaken. Nou, iedereen is welkom, van oud tot jong. En we hebben gemerkt dat ook de jeugd er echt wel belangstelling voor heeft om hier aan deel te nemen. Nou, Isam, jij hebt net een potje open lucht schaak gespeeld. Was dat voor het eerst? Ja. Vond je het leuk? Ja. En wat vond je van die meneer? Heeft hij helemaal ingemaakt of viel het wel mee? Dat viel wel mee. Want je had nog wel een goede kans, denk je? Ja. Zou je dit in de zomer vaker doen? Misschien met wat vrienden? Ja. Ik speel meestal met mijn vader. Je speelt meestal schaak met je vader? Ja. Misschien in de zomer kan je nu lekker buiten schaken, achter de Agnietenkapel. Ja. Zaterdag hebben we te maken met een mix van wolkenvelden, enkele buien en tussendoor zonnige momenten. In de middag neemt de buiigheid toe en kunnen enkele onweersbuien ontstaan. Met temperaturen rond de 20 en 21 graden is het wel warm. In de avond wordt het droog en schijnt op meerdere plaatsen nog een tijd de zon. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Zondag begint de dag op de meeste plaatsen droog en zijn er zonnige perioden. Vanuit het zuidwesten neemt al snel de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. Het kan plaatselijk zo'n 20 graden worden. En tot zover de week van Gouda van vrijdag 12 mei. Ik wens u een heel fijn weekend en tot volgende week.